Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. Ik heb een aantal dagen geleden een video online gegooid waarin ik jullie natuurlijk heb uitgelegd hoe je eigenlijk van 100k en 100k investeringen een soort van miljoenenbedrijf kan maken op lange duur. Ik heb een aantal reacties erover gelezen. Een aantal mensen hadden zoiets van, ja maar Duffy, ik wil nu geld hebben. Ja, dan moet je toch wat anders gaan zoeken. Maar aan de andere kant dacht ik ook zoiets van, waarom ga ik niet gewoon zelf deze challenge ook doen. Ik bedoel, ik wil zelf natuurlijk ook gewoon geld hebben. Ik bedoel, we willen allemaal zoveel mogelijk geld in Mindtopia hebben. Ik verdien natuurlijk gewoon geld. Maar als ik gewoon een extra bedrijf erbij kan hebben, wat gewoon mag en als ik dat gewoon kan runnen, is geen enkel probleem. Ik dacht, weet je, laten we dat gewoon gaan doen, terwijl Nino hier ook aan het rondlopen is. Ik heb je al gehoord. Wat ben je van plan? Liep je maar af te luisteren? Nee, ik praat een beetje hard. Ik hoor het. Ja, ik was even, oké. Nee, ik hoorde met een nieuw plan geld. Ja, nou kijk, ik zat even hier zo te kijken, weet je, de contractia, mooi gebeuren, veel mensen. Dus ik dacht van, wat nou als ik hier een soort van flat / appartementengebouw laat maken? Want dat had ik natuurlijk in mijn video ook dat verteld. Stel, ik investeer daar 100k totaal in. Ik zorg voor 8 kamers, die kamers verhuur ik. Elke week vang ik daar huur voor. En uiteindelijk ben je binnen 2,5 maand, ben je eigenlijk heel je investering heb je terugverdiend. En alles erbovenop wordt alleen maar winst, 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 winst. Oké, en daar heb je 100k voor nodig, zeg je? Kostenplan. Dat is in ieder geval wat ik zeg maar zelf uit te geven heb. Ik heb zoiets van, vind ik een mooi bedrag, 100k, meer wil ik eigenlijk niet eraan uitgeven. Dat is ook haalbaar voor kijkers die het ook willen proberen. Dus dat ik dacht van, weet je, het is... Laat ik gewoon gelijk mijn deur in huis vallen. Wat nou als ik gewoon de helft mee betaald? Jij wil 50? Gewoon 50-50 zeg maar. Want stel iemand anders die kijkt, heeft een vriend, vriendin en zo doen het met z'n tweeën. Ik begrijp. Dus jij wil 50k investeren, ik 50k investeren. Ja? Ik vind dat kijk, goed. Kijk wie is dat joh, die zwerver, die geeft me gewoon een gold nugget. Weet je, je kan van mij een hapje eten, Dylan, vuile noob. Het lijkt me een goed plan. Ik was onderweg naar de gemeente toe. Ik weet niet hoe dat hier werkt in Qtraction. Moet ik al aangeven welk plot ik meteen wil hebben? Of moet ik gewoon erheen gaan en wijzen zij mij een plot aan? Hoe werkt het? Had jij een afspraak met de burgemeester? Ja. Dan gaan we daar gewoon heen horen, daar wel denk ik. Ja, oké. Waar is hier ergens het gemeentehuis? Jij weet dat denk ik beter dan mij. Ja, volgens mij. Moet ik trouwens nog pinnen of doen we dat laten via de wire transfer? Ik denk, heeft de gemeente geen pinautomaat? Maar dat zien we dan wel, joh. Oké, okay, dan stort ik wel de rekening van de gemeente. Maar oké, dus gewoon investeren. Oké, investeren. Dus jij bent het wel mee eens dat we dus een soort van appartementengebeuren gaan doen? Ja. Ik zat te denken aan 8. We moeten wel de plot samenvoegen, maar dat regel jij denk ik wel met de burgemeester, anders heb je een afspraak. Ja, nou ik weet toch niet of dat mag. Vergunningje. Ja. Kijken. Waar moeten we zijn? Wel. Weet jij waar je moet? Ik had een afspraak, maar het is wel boot, is hier druk. Ik zie Fee daar al wel. Nou, wacht gewoon hier bij de deur. Even kijken. Hey, goedenavond. Ja, even dicht, want er zijn die mensen en die willen allemaal naar binnen. Ja. Hi, hadden wij een afspraak. Ja, dat klopt. Loop maar even mee en we gaan even uitkijken dat niemand anders binnen loopt. Okay. Ja, nice. Nee, jij blijft daar, Emiel. Heb jij een kantoor of zo waar wij even... Ja, mijn kantoor is boven. Dit is trouwens mijn wethouder. Oké. Okay. Hallo. Goede wethouder verder. Hartstikke goed bezig. Die bezorgt de post ook. Oh, ik hang hier zelf ook. Oh, jullie hebben een portret van mij. Dat vind ik aardig. Een portret van mezelf. Dat is altijd leuk. Hangt vol met dingen dan. Ja. Oké. Okay. Wow. Waar kan ik jullie mee helpen? Sorry, ik zit even te kijken naar het kantoor. Ik had hier natuurlijk een aanvraag gedaan van... Ik wil eigenlijk gaan investeren in Qtraction. Ik wil een hotel / appartementencomplex bouwen. 4 hoog, 8 kamers. Elke week wil ik daar huur op gaan halen en natuurlijk, ik wil natuurlijk vol gaan hebben, dus wat ik natuurlijk doe is ik zorg dat elke week dat mensen het huren krijgen van mij wat eten erbij, wat drinken erbij, van dat soort dingetjes, gewoon een kleine dingetje wat gewoon helpt. Alleen, ik kwam Nino op straat tegen en die hoorde van mijn plan, want ik was een beetje mezelf aan het mompelen en ik praatte ietsjes te hard wat dat betreft. En hij zei, weet je, ik wil best mee investeren erin. Okay, alleen, nu is het probleem van, ik heb geen idee wat plotprijzen hier kosten. Is het hier überhaupt mogelijk dat plots worden samengevoegd? Want het moet natuurlijk wel een beetje, hè? Oké, ik kan wel eventjes snel als je wil een contractje voor je opstellen. Eigenlijk mag je geen plots bij elkaar voegen. Maar ik wil jou wel even een uitzondering geven. Sinds jij ook het geld, zeg maar, van de gemeente een beetje bijhoudt. Ik kan daar wel een mooi contractje voor even pakken. Even ja, is goed, maak jij even dat contract? Nee, we hebben mazzel mee dan, Nino.
Maar plotprijs die heb ik niet. Ik weet niet, heb je al een plot of heb je al plot nummer ja, in gedachten? Ik weet toevallig wel welke het zijn. Het is 131 en 134 en ik heb gehoord dat ze 30 kaart per stuk zijn. Maar wie moet er daarvoor zijn? Bij de bank, denk ik, toch? Ja, bij de bank, ja. Oh, dat regel wel bij de bank, dat wel. Oh, daarvoor moet je bij de bank zijn? Ja, maar dat regel ik ook. Ik heb er nogal contacten zitten. Oh ja, nee, maar bij de bank, dat... Maar we wouden die plots achter... Oh, wacht even, mag ik hier... Nou, dat is jouw kant, dat kan ik niet... Mark, kan deze deur open? Ja, tuurlijk. Ja. Oké, even kijken hoor. Dat, die plots achter de bank bedoel je toch niet? Die twee ja. die daar zie, die achter de ja, bank. Maar. En dan op zich bij de bank kan ik denk ik wel wat regelen met die plots. Ik bedoel, ik heb daar toch wel redelijk nog. Hè? Ik sta toch boven die functie van die bank helemaal. En dan? Dan hebben we de, dan daar dus een gebouw en dan. Zolang we maar een contract hebben, dan kunnen doortrekken. Ja. En dan kunnen we een groter contract, inderdaad, zeg maar. Wat eigenlijk mijn plan is om hier winst uit te halen, is... Ik wil zeg maar, de kamers die ik verhuur, wil ik zeg maar groter hebben dan een gemiddeld huisje wat je hier eigenlijk kan kopen, zes huren. Waardoor je daar dus sneller voor gaat zitten. Oké. Nou ja, dus dan heb jij volgens mij nodig toestemming om een... Nou ja, bouwtoestemming heb jij dan. Je hebt toestemming nodig om een bord erop te plaatsen, want ik denk dat jij wel zoiets als dat appeltje zeg maar daar wil. Ja, ik wil wel. Ik denk dat wij een logo van naam of zo, weet je wel, een letternaam of zo, logo iets. Ja, in ieder geval, ja iets. Prima. Ja. En dan moet je ook allemaal vergunningen voor hebben, joh? Hè? Moet je er allemaal vergunningen voor hebben? Allemaal vergunningen, ja, want anders wordt het hier een chaos. Oké. Maar je hebt recht nodig om plot samen te voegen, recht om kamers te verhuren en recht om hoger dan 2 te bouwen. Holy shit, en dat is allemaal gewoon, dat kan allemaal gewoon, dat krijgen wij voor elkaar. Ja, op één voorwaarde. Oh. En ook nog letters op de voorkant, toch? Ja, maar dat was erbij, toch? De op het dak ervoor, dat is... Hoe bedoel je? Gewoon net zoals hoe die klok hier dan, zeg maar. Ja, je hebt die zeg maar zo... Maar dan twee letters. Sure. Niet, ja, dat is niet dat ze ver uitsteken of zo, maar dat is gewoon... Hè. Ja, als je zeg maar, ik weet niet, de plot... wacht, wil je achter de bank of naast de bank? Nee, letterlijk achter de bank heb je al 6 plots. De eerste 4 zijn ze bedoelen, zeg maar niet, de tweede achter. Okay. En die zijn allebei nog vrij, heb ik gezien. Nou ja, als je zeg maar van plan bent om hier net als dit een balkon te zetten... Dan moet je weer een andere onderbouwing doen. Moet je eventjes een aparte vergunning aanvragen, want dan ga je boven de, zeg maar, boven de straat heen bouwen. En dan moet dat kan pas vanaf een bepaalde hoogte. Dus dat kan pas vanaf verdieping 4 of zo. Dus. Op zich, hè, kan dat, nu je het erover hebt, kan dat niet meteen erbij. Want ik besef het meteen te denken. Dan, als we namelijk nummertje 4 hebben, dat is zeg maar nummertje 7 en 8 zijn dat. Die kunnen we dan duurder verhuren. Plus je hebt een balkon erbij. Dus dan kunnen we meteen nog meer geld erbovenop drukken om daar geld uit te halen. Ja, oké. Toestemming om vanaf verdieping 7 dan? Het is verdieping 4. En dat is kamer 7 en 8 met balkon. Okay. Dus gewoon vanaf verdieping 4, zeg maar. Ja. Kost deze aanvraag ook geld? Kost dat geld? Kost helemaal niks. Oh. Vrijblijvend, mooi zo. Ja, er zit één dingetje aan vast, maar dat ga ik je zo even uitleggen. Want het is wel een hoop aanvragen, zeg maar, die je doet. Ja, maar het is voor de stad, hè? Ja. Tot minder goedkoper kunnen wonen en niet zelf een huis hoeft te laten bouwen. Kijk, er lopen zoveel mensen op straat die ook 's nachts op straat slapen, dat ik denk van... Nou, als ik 8 mensen kan opvangen in mijn gebeuren, dan denk ik dat ze heel blij worden. En het zijn er toch weer 8 die minder criminaliteit en troep gaan doen ook hier op de straat, want het is hier echt een drukte van je welste. Ja, zeker. Cool. Ik heb het al handen vol met die mensen in de gym. Ja, dat geloof ik graag. Het is wel een mooi uitzicht trouwens hier. Oké, nou, ik heb het in een contractje staan. Ja. Ja. Het enige wat er zeg maar aan vast zit is... dat ik graag wat van jou wil. Oké. En dat is niet zoveel. En je kan er gewoon winst mee blijven maken, zeg maar. Het enige wat ik wil is een kamertje in je appartement. Want ik heb hier wel een huis, maar ik wil eigenlijk wel een kamertje wat dichterbij het gemeentehuis. Omdat ik hier dagelijks ben. Oké, maar is dat dan per se... Kijk, want je moet natuurlijk ook begrijpen, in ons als investeerders zijnde, de bovenste verdieping vangen we natuurlijk het meeste geld voor. Die verdieping eronder en daaronder natuurlijk al wat minder. Ik bedoel, is een begaande grond dan iets wat je zoekt? Of is het wel iets wat je hoger wil? Nou ja, ik heb in het contract gezet een kamer naar keuze, maar ik neem waarschijnlijk op de begaande grond. En daar wil je gratis zitten of wil je er ook gewoon voor betalen? Gratis zitten. Maar dan heb je wel al je toestemming in één. Dat is wel een goede deal. Gaan we dat doen, ja? Ja, anders moet je misschien nog wel een maand wachten op al die vergunningen los aan te vragen. En nu is alles in één keer geregeld. Ja, omdat je al, zeg maar, de rest heeft voorrang. Als Jantje en Pietje allebei vergunning vragen,
Mm-hmm. En Jantje vraagt er eerst een en Pietje daarna. En Jantje vraagt erna nog een. Moet Jantje eerst wachten tot Pietje zijn vergunning heeft? Dus je zal moeten wachten dan. Nou, dan denk ik dat wij dat. Wij doen dat. Dat accepteren wij. Dan krijg jij een plekje in ons appartement. Ja, oké, okay, nice. Nou, dan heb ik voor jou even dit contract. Dan kan je eventjes doorlezen en zeggen wat je ervan vindt. Eens even kijken. Contract Duffy 13 januari 2016, gemeente Cutraxia. Voorwaarde contract. Met het accepteren van dit contract geeft Duffy 13 de officiële rechten. Gaan ze in kamer een keuze op appartementencomplex. Je rijdt dat Duffy alle toestemmingen die hij nodig heeft om zijn appartement neer te laten zetten. Benodigdheden. Bouwtoestemming, bordtoestemming, recht op het bord om samen te voeren. Recht om kamers te verhuren. Rechten om hoger dan twee te bouwen dan twee verdiepingen. Toestemming van verdiepingen via balkon te plaatsen. Signed door Vete Burgemeester Cutraxia. Oké, okay, ik kijk nog even één keer na. Het is altijd belangrijk om een contract goed te kijken. Altijd kleine letjes even nazoeken. In het geval dat. Niet dat ik dadelijk aan een wurgcontract zit. Dat is toch altijd dat je denkt van... Het zal maar net gebeuren. Ja, klopt. Oké, okay, ik ga hiermee akkoord. Ja, nou dan mag jij die signen en dan sign ik er ook eentje voor jou. Okay. Dan moet je hem gewoon contract en dan jouw eigen naam. Oh, moet ik je contract? Mijn eigen naam? Ja. Contract Duffy 13. Oh, dat past precies. Nice. Sign. Oké, okay, ik heb hem gesigned. Oké, okay, dan heb ik ook twee boekjes voor jou als ik die mag. Ja. Wel, dan krijg je van mij het contract. Ah. En je vergunning. Zo, oh, schreeuwend. En ik zou je eventjes één tip geven. Ja. Het bouwbedrijf die neemt je vergunning in. Als je een beetje slim bent, ga je zelf naar het bouwbedrijf toe, maak je een afspraak en laat je de vergunning zien. En laat het ze gewoon opschrijven, want jij gaat die vergunning nodig hebben. Hebben ze hier geen kopieerwinkel in de stad? Past wel. Oké, okay, nou weet je, dan gaan... Nee, dan weet je, dat gaan wij wel even, en anders schrijven ze het maar even op. Ik ben enorm blij. Ik kan door met mijn investering hier in de stad. Ja, dankjewel. Ja, is graag gedaan. En ik kom vanzelf wel even sleutelsje halen. Ja, weet je, wanneer het klaar is, dan komt helemaal goed. Maar goed, dat gaat nog wel even duren natuurlijk. Ja, ik heb vertrouwen. Ik ben enorm blij ermee. Yes, nou, ik vind het prima. En ik ben blij dat jullie ook wat voor de stad willen doen. Ja, nee, zeker. Ja, het is ook natuurlijk ook, hè, ook voor de mensen hier in de stad natuurlijk. Hè. Natuurlijk dat is de stad, maar ook de mensen. Want er zijn zoveel mensen hier die hier op straat leven. Nou, ja, echt, je ziet hier mensen... En dat is ook zo vervelend. Mag ik één ding vragen nog verder? Over de gebouwen en appartementjes. Zorg alsjeblieft dat ze een brievenbus hebben. Ja, nee, dat gaat sowieso goed komen. Dat gaat goed Want die komen. Mensen, zeg maar, ik krijg aanvragen. En dat zijn dan supergoede aanvragen zonder plot. Ah, nee, maar dat gaat goed komen. We doen gewoon plotnummer, doen we gewoon A, B, C, D, zeg maar. Hè, van verdieping 1A, zo huppatee. Dus dat gaat allemaal goed komen. En ja, laat ik ook zeggen, er komen alleen mensen in die geregistreerd staan. Want betalers niet stuurt op politie of zo, want ik wil gewoon mijn geld hebben. Ik wil dat echt een klootzak als huurbaas. Geld is geld, dus. Nice. Je betaalt dus gewoon de volgende week eruit. Na een paar dagen niet betalen, hopperotten. Ja. Goed, dan zou ik graag weer naar buiten willen. Oké, okay, nou ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik voor je open. Ik moet even oppassen dat er geen andere mensen komen. Ik ga eventjes... Hier staan. Ja, ik hoop dat jullie er blij mee zijn en ik zie het allemaal vanzelf verschijnen. Ja, enorm bedankt. Wij zijn enorm blij, dankjewel. Fijne avond nog. Ja, graag gedaan. Hey, doei. Doeg. Nou, hey, we hebben het toch even goed geregeld. Goed geregeld. Nu ga jij gaat fixen met de bank, zeg maar, om die plots veilig te zetten dat wij ze kunnen... Kopen. Ja, maar het is nu inmiddels 9 uur, dus ik denk niet dat nu nog gaat lukken. Nee, dat we het morgen moeten doen. Moet je morgen even... Ik ga nu lekker denken, eerst naar Cutraxia toe nog wat drinken of zo, of meteen naar mijn villa toe en daarna... Ja. Komt er goed. Hey, ik bedank je enorm. Ik vond het gezellig. Ik ga langs het politiebureau en we spreken elkaar. En dat geld, dat verspreken we er nog wel over. Ja, je zij regelt de plots en daarna gaan we verder over de bouwplan. Komt goed, we spreken elkaar. Rustig aan. Rustig. Nou, dat is toch mooi dat ik Nino op die manier ben tegengekomen. Het was niet eens mijn bedoeling om dit samen met iemand te gaan doen. Maar hey, wat hij ook zegt. Misschien hebben jullie zelf ook wel iemand met wie je het samen wil doen. En op die manier kan je gewoon samen een hele grote investering starten. Mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Mindtopia. Mocht je het nou wel leuk hebben gevonden, vergeet niet even om een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet op abonneren te klikken. Als je nieuw bent, check Vede kanaal in de beschrijving. En ook Nino zijn kanaal in de beschrijving. Abonneer ook even op hun. En tot de volgende keer. Later.